We staan hier vandaag aan de nieuwe campus van de KHBO. Het is op een werfdag, laten we eens binnenkijken. Maquette geeft een goed idee van hoe dat gebouw in elkaar zit. Het centrale gedeelte hier in het midden, waar wij staan, die drie zijvleugeltjes, zijn het traditionele klaslokaal. Het volume hier aan de rechterkant, de kant van de expressweg, studielandschap en bibliotheek. Dit gedeelte, een auditorium. De architect heeft hier geprobeerd om het een beetje het idee van het Engelse schoolbibliotheek te creëren. Een rustige ruimte, boeken aanwezig. De zaak wordt hier ook bekleed helemaal met vast tapijt. Hier komen een aantal individuele zit- en studiehoeken. En de vrijstaande muren worden, daar komen boekenkasten voor. Alle kleine locaties die je ziet, dienen eigenlijk voor de meer alternatieve tussen aanhalingstekens omgang vormen met de studenten. Daarmee bedoel ik projectwerk in kleine groepen. Studenten die moeten samenwerken aan een project, die kunnen van deze ruimtes gebruiken. Er staat op het dak boven. Door de maquette te zien, dat is de dakrand. Dit blijft open, maar de rand van het dak gaat over het geheel door. Goedemiddag meneer, ik veronderstel dat u net de rondleiding gehad hebt. Ja. Wat zijn de eerste indrukken? Indrukwekkend, ja. Dus wel nog veel werk aan de winkel, denk ik. Ja. Maar het ziet er wel veelbelovend uit. Zijn er dingen die u opvielen, positief of negatief? Maar ik denk dat het moeilijk is om nu al te zeggen hoe of wat, omdat eigenlijk wel nog een beetje, je ziet niet al de ruimte, het is nog niet afgewerkt. Dus ik denk dat je dat maar kan zeggen. Als het volledig afgewerkt is. Ik ben een keer langsgekomen uit interesse en om een keer de nieuwe campus van de KHBO te zien, omdat ik vorig jaar als student nog in de campus in het Michiel zat. Mm-hmm. En om eens te kijken wat er zo allemaal te doen was op de nieuwe campus en hoe het eruit ging zien. En wat de mogelijkheden eventueel zijn met de studentenclub van de KHBO's in Brugge. U zit in welke studentenclub? Studentenclub De Zwanen. Goedemiddag mevrouw. Welkom hier op onze nieuwe campus. Wat is de beweegreden juist dat u hier bent? Uit interesse om een keer contact te nemen, ook dat ik geïnteresseerd ben, mm-hmm. ook door de omgeving dat ik hier ook woon. En om het ook iets op te steken van de nieuwe technieken, ook de mogelijkheden dat er dus ook nu gegeven worden, dat wij als leek daar ook helemaal eigenlijk niet vanaf kunnen eigenlijk. Mm-hmm. Dat we zo een beetje onwetend zijn op dat gebied. Hè. U vindt het indrukwekkend? Ja, ik vind het wel en heel mooi. De combinatie van materialen en van kleur vind ik wel heel modern, maar heel gepast. Vind ik wel, Ook de buitenkant vindt u mooi? Ja, heel mooi. Ja. Heel mooie structuur, ja. Want normaal ben ik niet zo modernist, maar voor dat word ik het ook aanvaard. Dat is ook hedendaags, maar vind ik het wel veel meer met smaak, qua kleur, qua het glas, de kleur die terugkomen van de wandbekleding en ook dus met die zuilen dan buiten, het rood, ja. Dus de kleur die terugkomen, allee, vind ik het wel geslaagd. Je bent ook studenten, zei je? Ja. Ja. Vind je het jammer dat je nu niet meer hier in dit gebouw zou kunnen lesvolgen? Ja, eigenlijk wel, omdat een nieuw gebouw is altijd leuk. En het is echt heel modern, dus het had echt mee met de tijd. Dus ja, eigenlijk zou ik hier graag in het nieuwe gebouw nog gezeten hebben. Binnen de Strabag Zetel Gent ben ik hoofdprojectleider, dus verantwoordelijk voor een aantal projecten, waarvan dat dit een van de blikvangers is. Hoe is de bouw tot nu toe verlopen? De bouw is eigenlijk schitterend verlopen, in die zin dat we hebben een zeer korte mobilisatieperiode, wat dat maakt dat we zeer snel moeten beginnen zijn met zeer veel activiteiten. We hebben daarvoor beroep gedaan op een aantal grotere onderaannemers, in wezen een Portugese onderaannemer, dat is genoegzaam bekend, die dus alle betonstructuur gemaakt heeft en dus ook alle stalen gevlochten, dus waardoor het allemaal op zeer korte termijn eigenlijk zeer veel en zeer capabel volk ter beschikking hadden. Anders hadden we dat, als de ruwbouw niet loopt, hadden we dat nooit gekregen. De gemiddelde manbezetting was ongeveer 150 mensen.
Kunt u ons misschien nog wat cijfers meegeven over het beton en dergelijke? Ik kan nog wat cijfers geven. We gaan in de grond beginnen, uitgraving 26.000 kubiek. Wat dat niet zo spectaculair is, maar enfin, toch wel een aardige hoop zand geeft. We hebben 13.000 kubieke meter beton verwerkt. Dat wil zeggen, als je twee voetbalpleinen naast één legt en daar een meter beton op stort, dat is dat volume. Ongeveer 1200 ton staal. Dus of zijn 1.200.000 kilo. Dus zowel profielen als wapeningsijzer als ingebetoneerde profielen. 6.000 vierkante meter glas, ongeveer ook 6.000 vierkante meter zink- en gevelbekleding. 6.000 vierkante meter, alles is in 6.000. Ook in die grote orde van die gevelbekledingspanelen, maar dat is natuurlijk wel verdeeld onder gevelbekleding en plafondbekleding.